Voorzitter, dank aan de staatssecretaris en zijn ambtenaren voor de schriftelijke beantwoording. Ontheemden uit Oekraïne vangen we in Nederland op. Een groot deel van hen heeft inmiddels inkomen uit werk hier. Ik ben blij dat het debat vorige week toonde dat er breed begrip bestaat om een regeling te treffen om van deze mensen een eigen bijdrage in de totale opvangkosten te vragen, dat dit billijk is en dat de staatssecretaris bereid is spoedig dit op te pakken. Voorzitter, ik lees wat de staatssecretaris wil voorstellen als een kan-situatie en ik wil graag een zal-bepaling dat het gaat gebeuren. Begrijp ik het goed? De staatssecretaris bereid tot een ministeriële regeling op basis van de huidige wettelijke grondslag met een aantal elementen. Hoe dat precies zit met het intrekken van leefgeld, dat wil ik nog graag wat helderder hebben. Misschien dat de staatssecretaris kan uitleggen waar het op uitkomt met bijvoorbeeld een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen. Als ik het uitreken, dan kom ik op een bijdrage die inderdaad niet betekenisloos is. Ik lees dat de staatssecretaris van Wonen en Zorg uitvoeringsproblemen ziet. Die wil ik ook vermijden, maar ik vind hem hier toch wat terughoudend. De staatssecretaris zou toch ook een forfaitair bedrag kunnen hanteren in zijn regeling. Voor de goede orde, voorzitter, mevrouw Keizer en ik hebben geluisterd naar wat elders in de Kamer hier vorige week is gezegd. En ter vervanging van onze beide amendementen komen we met 1 amendementstekst die voorziet in een zalbepaling in de tijdelijke wet voor een eigen bijdrageregeling, dus ook landelijk geld. Ik weet dat de ministeriële regeling die de staatssecretaris ontwerpt zou worden omgehangen naar een tijdelijke wet zodra die in werking treedt. Maar mevrouw Keizer en ik vinden het voor alle helderheid gewenst om in de wet een en ander vast te leggen, te meer daar het in onze optiek een zalbepaling zal moeten betreffen. Voorzitter, de regeling tijdelijke bescherming van de EU die loopt volgend jaar af. Mijn vraag was in de eerste termijn of ook artikel 4 ervan, als ik die goed lees, een basis biedt voldoende voor verlenging voor het jaar 2025-2026. Want de redenen voor tijdelijke bescherming die duren op dit moment in ieder geval voort. Het lijkt mij dat een Europese aanpak veruit te verkiezen valt boven de optie van een nationale verblijfstitel, waarover ik lees in het schriftelijke antwoord aan de heer Seder. U heeft een interruptie van mevrouw Pot namens D66. Ja, voorzitter. Ik ga toch even klein, want we hebben het amendement natuurlijk nog niet kunnen zien. Hè? Maar ik kan niet ontkennen dat ik wel enige zorgen voel. Ik heb het debat wel kunnen meekijken vorige keer, ook al kon ik hier niet zijn. En ik heb natuurlijk toch ook wel aan alle kanten natuurlijk de zorgen gehoord, ook bijvoorbeeld van een VNG, die natuurlijk zeggen, ja, er staan hier straks 300 gemeenten, die staan aan de lat om dit te doen. Hè? Dit is een heel andere situatie als in de situatie van de afdracht van asielzoekers, waar het COA verantwoordelijk voor is. En dan schepen we nu dus onze mede-overheden straks op met iets wat we hier onder stoom en kokend water in een kamer hebben staan maken. En nou denk ik dat juist een partij als NSC, die zich zo vooruit, presenteert als de partij die bezig is met goed bestuur, die zou dat volgens mij niet moeten willen. Dus wat zit er nou in dat amendement om te gaan zorgen dat die gemeenten straks niet worden opgescheept met iets waar de staatssecretaris zeg maar heel zorgvuldig mee bezig is? De heer Veldkamp. Ja, voorzitter, inderdaad, we hechten aan goed bestuur. En dat is een reden waarom we ook aan de staatssecretaris en zijn experts de invulling van de ministeriële regeling laten. Zowel de regeling zoals die nu ontwerpt. Maar waar het hier om gaat met het amendement, is dat je ook in de tijdelijke wet in ieder geval een bepaling opneemt die maakt dat het zo zal zijn dat er een regeling, een ministeriële regeling is voor een eigen bijdrage. En hoe de details daarvan precies worden uitgewerkt, dat laten we ook aan de experts van de staatssecretaris, gaan niet op hun stoel zitten. Maar voorzitter, laten we dan even wel scherp hebben met elkaar dat wat NSC hier zegt, is dat we voor een tijdelijke wet op heel korte termijn alle gemeenten gaan verplichten om dit te doen. En weet je, ik snap echt wel de wens. Hè. Volgens mij is die ook breed gedeeld door deze Kamer, dat we eigenlijk allemaal zeggen, we vinden het fair als asielzoekers mee gaan betalen. We vinden het ook logisch. Het is een onderdeel van de maatschappij. Maar dan moeten we het wel doen op een manier die ook echt haalbaar is. Anders spannen we toch het paard achter de wagen. Meneer Veldkamp. Voorzitter, voor die haalbaarheid wordt geborgd door de staatssecretaris die een ministeriële regeling ontwerpt. Wat ik geen goed bestuur zou vinden, is dat het per gemeente telkens kan verschillen. Ik wil een landelijk ingevulde regeling, landelijk verplicht. Anders gaat de ene gemeente het wel doen, de andere gemeente het niet doen. De ene gemeente als Budel heft een kleiner bedrag, de andere een groter bedrag. Dat lijkt mij onverstandig. Tot slot dit punt, mevrouw. Ja, maar voorzitter, nu komt het oude raadslid in mij naar boven. Weet je wel, dit is wat er zo vaak misgaat in deze Tweede Kamer. Dat we
iedere keer weer allerlei... Tuurlijk hebben we allerlei wensen, maar we moeten wel blijven kijken naar wat haalbaar is. Dus we hebben allerlei wensen over wat er zou moeten gebeuren. Maar laten we het nou doen op een manier die haalbaar en draagbaar is voor al die gemeenten in Nederland. En dat doen we op deze manier niet. Dank u wel. Dan heeft u ook nog een interruptie van mevrouw Piri, GroenLinks PvdA. Ja, voorzitter. Allereerst, kijk, het is de tweede week dat we met deze wet bezig gaan. Ik neem wetgeving serieus. Er ligt gewoon geen amendement. Dus met alle respect, over onfatsoenlijk gesproken, hoe kan ik hier nu goede vragen stellen aan de collega, zonder dat de amendementen überhaupt met de Kamer zijn gedeeld? Dus dat als eerste. We hadden een week de tijd. U had een week de tijd. Er ligt hier geen amendement. De heer Veldkamp, wellicht kunt u ook nog iets schetsen over wanneer het amendement wel beschikbaar is voor de collega's. Ja, voorzitter, daarvoor wijs ik even naar mevrouw Keijzer, als dat mag. Zal ik dat? Ik geef even dan tussendoor mevrouw Keijzer. Ik denk dat het wel helpt en dan het is een beetje ongebruikelijk, maar ik denk in dit geval mevrouw Keijzer. Nou ja, het amendement wat wij uiteindelijk met z'n tweeën gemaakt hebben, is in de lijn zoals die van ons beiden waren. Waar is de kink in de kabel? Ik heb net de mail gezien van Bureau Wetgeving die vraagt of er een akkoord is dat dit amendement wordt ingediend, omdat dat betekent dat onze beide amendementen worden ingetrokken dan. Dus als de heer Veldkamp nu ja zegt, kan er een druk op de knop geven en kunt u het amendement krijgen. En hoe ziet dat amendement eruit? Denk gewoon aan het amendement Keijzer. Daar lijkt het heel erg veel op. Alleen de toelichting is wat minder hard geformuleerd, omdat daar bezwaar tegen was. En laat ook wat meer ruimte uiteindelijk aan de staatssecretaris om daar verstandige dingen in te doen. Dank voor die toelichting. Maar dan begrijp ik dat we elk moment het toegezonden krijgen, zodat de Kamer daar ook of de andere leden van de Kamer daar ook kennis van kunnen nemen. Dank. Dan mevrouw Piri. Nou, voorzitter, ik ben in ieder geval hartstikke blij mee dat NSC en BBB eruit zijn gekomen. Dus dat is denk ik positief, want dat was vorige week nog anders. Maar voorzitter, dan blijf ik toch. Er is een brede wens in deze Kamer om te kijken naar een eigen bijdrage. Met de voorwaarden zoals de heer Veldkamp zelf had geschetst. Werken moet blijven lonen, het moet wel uitvoerbaar zijn. En wat ik dan oprecht niet begrijp, als ook het kabinet stappen zet en we van de staatssecretaris contouren krijgen met hoe hij dat wil doen. Dat moet zorgvuldig gebeuren door ook natuurlijk dat met de VNG te bespreken, met de uitvoerders te bespreken. Waarom de heer Veldkamp en mevrouw Keijzer, maar die zal ik straks interrumperen, dan toch zo doorzet en hiermee de Kamer splijt. De heer Veldkamp. Ja, voorzitter, ik zie hier niet een splijting van de Kamer. Integendeel, ik bouw bruggen. Mevrouw Keijzer en ik hebben ook samen een nieuw amendement gemaakt. Dat had er al moeten liggen, maar dat komt nu heel snel. En ik heb heel goed gehoord wat mevrouw Piri vorige week heeft gezegd. Normalisering, net als de heer Diederik van Dijk dat vandaag zei. Ik lees in de schriftelijke beantwoording, voorzitter, van de staatssecretaris, dat hij het heeft over een regeling zo uniform mogelijk kan worden uitgevoerd door gemeenten. Dat is voor mij niet helemaal duidelijk genoeg. Dat is voor mevrouw Keijzer en mij een reden om te zeggen, wij willen dat er ook in de wet een zalbepaling, er komt een eigen bijdrageregeling.